Ismaël Haniyeh is 62 jaar oud geworden. Hij is geboren in Gaza in het Al-Shati vluchtelingenkamp. Al bijna 40 jaar is hij betrokken bij Hamas. De laatste jaren, sinds 2017, is hij de belangrijkste politieke leider van de organisatie. Haniyeh stuurt niet de gewapende strijders van de Hamas-beweging aan. Haniyeh is verantwoordelijk voor het politieke deel. Haniyeh nam namens Hamas ook deel aan de gesprekken over een eventueel staakt het vuren in Gaza. Het feit dat Israël nu hem heeft uitgeschakeld, terwijl er dat soort gesprekken ook gevoerd worden, dat is een belangrijk en symbolisch signaal. En het lijkt er wel op dat dit de kansen voor een staakt het vuren alleen maar verkleint. Zeker is wel dat er een nieuwe stressvolle periode is aangebroken. Want het feit dat Israël een hoge Hezbollah-commandant heeft geliquideerd op Libanees grondgebied, het feit dat Israël de hoogste Hamas-leider heeft uitgeschakeld in Iran, ja, dat zal gevolgen hebben. Zowel Iran als Hezbollah als Hamas hebben al gezegd, dit kunnen wij niet over onze kant laten gaan. En wij zullen hierop reageren. Wat de reactie is, dat moeten we nog maar gaan zien in de komende dagen.